Pablo, één helft hier gespeeld. Vanavond je spullen pakken en morgen naar PSV 1. Ik hoor het voor u nu voor het eerst, dus ik hoor het misschien zo meteen anders. Blijf ik met veel plezier hier bij de groep. Ja, je hoeft niet bescheiden te zijn of een beetje afwachtend. De trainer heeft het net in mijn camera gezegd, dus het is echt zo. Ja, dan ja, het is mooi dat je daar mag aansluiten, zeker. Zie je dat als een soort beloning? Je bent nu een half jaar bij Jong PSV, komt van Almere. En als je dan bij het eerste mag aansluiten, dat betekent dat jij lekker bezig bent hier. Ja, of ik trots, ja, ik ben een beetje trots. Natuurlijk, het voelt zeker als een beloning. Uiteindelijk werk je daar toch voor. Om in het eerste te komen en met het eerste mee te doen. En als het een van de eerste stappen kan zijn naar dat doel toe, dan is het mooi. Ja, op de hertgang zie ik ook al regelmatig meetrainen met het eerste. Is die stap erg groot, Jong PSV of PSV 1? Ja, je merkt wel het verschil natuurlijk. Als je met spelers als Prupper en Siem de Jong, Luc de Jong speelt, Guardado. Dan merk je zeker het kwaliteitsverschil tussen Jong en het eerste. Dus de kwaliteitsverschil is wel groot, maar uiteindelijk... Een mooie uitdaging om aan het niveau mee te werken. Ja, voor het grote publiek is Pablo Rosario misschien nog een beetje onbekend. Ik zie je regelmatig spelen. Ik heb hoge verwachtingen van je bij deze. Wat voor het type speler ben je? Ja, ik praat niet graag over mezelf. Dus ja, fysiek. Anders moet ik het doen, maar jij hebt er nog meer verstand van. Ja, gewoon, ik denk fysiek, ben een fysieke speler. Ja, kan een goaltje meepikken. Ja, ik denk vooral, ik moet het laten zien en dan aan de mensen laten wat voor type speler ik ben. Ja, en als ik van de huidige PSV middenvelders een vergelijking zou moeten maken, kom ik dan een beetje in de buurt tussen Ramselaar en Prupper in? Qua type speler, hè? Nog niet het niveau. Dat is aan nu. Ik weet het nog niet. Ik moet het laten zien zoals ik net zei. Hoe bevalt het bij PSV nogmaals? Er zijn jongens die voetballen al 10 jaar bij PSV. Van de E'tjes, de F'tjes tot Jong PSV. Jij zit er nu net een halfjaartje bij. Ja, nee, de sfeer is echt goed. We hebben echt een leuke groep. Ja, alle jongens kunnen goed met elkaar opschieten. Dus ik ben zeker goed opgevangen door de jongens. Ja, en dan in de winter naar een trainingskamp in Zuid-Spanje. In een Pico Bello Hotel. Dat is natuurlijk ook niet verkeerd, hè? Nee, zeker niet. Het is echt topgericht allemaal. Dus we zijn zeker blij met de accommodaties hier.